Marco Borsato wordt vervolgd voor misbruik van een vrouw. Destijds was hij nog een tiener. Onder andere dagboekaantekeningen en geluidsopnames bleken genoeg voor het OM om een van Nederlands grootste zangers voor de rechter te brengen. Naast mij staat misdaadverslaggever van de Telegraaf, John van der Heuvel. John, we hebben er heel lang op moeten wachten. Ja. Wat heeft het Openbaar Ministerie nou over de streep getrokken, wat jou betreft? Nou, ik weet niet precies de overwegingen, maar ik vermoed dat de onderzoeksresultaten gewoon de directe aanleiding zijn geweest om te zeggen van nou, we gaan hem toch vervolgen. En hij werd al vervolgd, maar nu ook voor de rechter dagvaarden. Ja. En je noemde al een aantal bewijsstukken eigenlijk die al circuleren. En dat moet natuurlijk allemaal goed en gedegen onderzocht worden. Want als officier van justitie is wel het laatste wat je wil, is dat je in zo'n zaak, in een eventuele rechtszaak, met lege handen staat. Ja. Dus dat heeft lang geduurd. Speelt de bekendheid van Marco daar ook een grote rol in? De lange duur bedoel je? Ja. Nou, ik denk wel dat er nog extra zorgvuldig is gekeken. Hoewel in zedenzaken er over het algemeen toch wel gewoon, ja, in ieder geval ervaren rechercheurs op zijn zaak worden gezet. Maar dat dat weten wij, maar dat weten ook het OM en dat weten ook straks rechters, dat de belangen voor hem ook met name enorm zijn. Maar dat neemt niet weg dat als een toen minderjarig meisje het gevoel heeft dat ze zeer onheus bejegend is en aangifte doet, dat ook uiteindelijk voor de rechter kan komen. Ja, dat dat een goed signaal is. Sorry, in jouw artikel staat een sessie met psychologen. En dat Marco daarin spijt heeft betuigd of het een en ander heeft opgebiecht. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Ja. Kun je de situatie krijgen dat, want psychologen hebben een beroepsgeheim, dat zij gezegd heeft tegen een van die psychologen van ik ontsla je van je beroepsgeheim, je mag verklaren? Je hebt als psycholoog inderdaad een beroepsgeheim. Het kan zijn dat als beide partijen zeggen, nou, hè, dus degene die bij dat gesprek aanwezig waren, wij hebben geen bezwaar tegen het delen van de informatie uit dat gesprek. Maar dan nog heeft een psycholoog een eigen verantwoording om daar wel of niet aan gevolg te geven. Ja. Dat is eigenlijk op dit moment in ieder geval bij mij onduidelijk. Misschien heeft de recherche hem wel verhoord en is daar ook bewijs uitgekomen. Ja. Ik weet wel dat er ook geluidsopnames zijn. Ja, want jij hebt een aantal van die opnames ook gehoord, hè? Ja. Ja. En daarin geeft hij het min of meer toe, moet ik het zo zien? Nou ja, dat zou je zo kunnen uitleggen, ja. Ja, ja. We krijgen straks een hele confronterende rechtszaak. Ja. Als we Thijs Reumer in onze achterhoofd nemen, daarin zijn details naar voren gekomen waarvan je eigenlijk niet wil dat het bij het grote publiek terechtkomt. Weten we, omdat zij destijds jonger was, dat het achter gesloten deuren gaat? Of is dat allemaal nog veel te vroeg? Nou, dat is een goede vraag. Daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Want dat zal ook van dat meisje zelf afhangen. Ja. Als zij een beroep doet, of Marco Borsato een beroep doet op de rechter om het achter gesloten deuren te behandelen, ja, dan zal de rechter daar zich uiteindelijk over uitspreken. Het zal niet zomaar standaard gebeuren, verwacht ik. Maar het zou kunnen, als beide partijen en ook de rechter vindt dat het in de beslotenheid moet worden afgehandeld, ja, dan zou dat kunnen. En ik kan me wel iets voorstellen bij de belangen die beide partijen daarbij hebben. Want ja, wat er is gebeurd is natuurlijk allemaal niet zo heel fris als je in ieder geval de aangifte hebt gelezen en hebt gezien. En weet wat in ieder geval de beschuldigingen zijn. Ja, dan gaat er wel heel wat sliezen en deurt naar boven komen in de rechtszaal. Het echtpaar Knoops, dat zijn advocaten, die hebben een statement naar buiten gebracht. Daar schermen ze met een groot aantal getuigen, 29. Wat ik een beetje vreemd aan daarom vind, en ik ken de inhoud niet, want het Openbaar Ministerie heeft het ook voorlopig niet het onderzoek meegenomen, is dat ja, je kan heel veel getuigen hebben, maar dit is een zaak tussen Marco en het meisje geweest. En daar zijn natuurlijk niet zo heel veel mensen getuigen van geweest. Hoe kijk je daar naar? Precies, daar zijn helemaal geen getuigen van. Dus ik moet je zeggen, kijk, het is een heel gedegen advocatenpaar en zeer ervaren. Zeker. Dus ik moet zeggen dat deze stap me wel heeft verbaasd. Want ik denk dat het beter was geweest als zij gewoon hadden gezegd van nou weet je, wij denken dat we voldoende materiaal tegenover dan het vermeende bewijsmateriaal van het OM kunnen zetten. Dat gaan we straks allemaal in de rechtszaal presenteren. Maar nu wordt er eigenlijk een soort van losse vlodder afgeschoten. Er wordt geschermd met heel veel getuigen. Ja. Nou, als je dan heel veel tegenbewijs hebt, dan had je natuurlijk al in een veel vroegtijdiger stadium bij het OM moeten aankloppen. Van wacht eventjes, onze cliënt wordt van heel ernstige feiten beschuldigd. Luister en kijk ook even hiernaar.
En nu schermen ze dan met iets wat wij met elkaar allemaal niet kunnen controleren. Ja. Wat eigenlijk ook een behoorlijke schoffering vind ik, is in de richting van de aangeefster. Ja. Ik vind dit een soort van victim blaming die dit advocatenpaar onwaardig is. Ja. En daar hadden ze zich even wat beter in moeten bedenken. Want wat ze nu eigenlijk heel listig en ook een beetje vals doen, vind ik, is toch weer bij het grote publiek de indruk proberen te wekken van ja, maar wacht eventjes, het OM neemt nu wel die beslissing, maar wij weten meer en wij gaan dat straks dus allemaal presenteren. En dan beschermen ze met bijna 30 getuigen. Nou, ik kan je zeggen, precies wat jij zegt, er is helemaal niemand geweest bij die vermeende aanrandingen natuurlijk, ja. Of de vermeende ontucht. Ja. Dus wat voor getuigen zijn dat dan? Ik heb sterk het vermoeden. Kijk, de verhalen die ook al een tijdje eronder gaan, is dat de moeder van het meisje een bepaalde rol zou hebben gespeeld in dit alles. Zij heeft gewerkt voor de fanclub. Voor de familie van Marco, ja. Bassato. Ja. Komt ook in die aangifte uitgebreid aan de orde. En dat het meer bedoeld is om haar een beetje te shamen en te blameren eigenlijk. Ja. En, nou, ik vind dat hoort niet bij een advocatenkoppel met deze reputatie. Ja, we zijn nu 2 jaar verder. Jij bent een van de mensen geweest die het verhaal naar buiten hebt gebracht. Jij hebt ook al in een vroeg stadium verteld over dat je toch wel dingen hebt gehoord waarvan je denkt, nou, er ligt toch wel wat. Ondertussen zijn er best wel wat BN'ers geweest die toch hun steun voor Marco hebben uitgesproken. Ja. Terwijl ze de feiten niet kennen. Laatst hebben we nog Connie Breukhoven gehad. Hoe kijk je daar eigenlijk naar? Ja, ik begrijp dat ook. Kijk, eigenlijk moet je natuurlijk, als je de feiten niet kent, moet je gewoon je mond houden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik ken ook niet alle feiten, maar ik ken wel iets meer feiten. Je hebt er overigens ook nooit meer heel vaak iets over gezegd. Nee, ik heb ook niet, maar ik heb wel altijd het vertrouwen gehad en ook vertrouwen uitgesproken dat dit niet zomaar een zaak is die eventjes van tafel wordt gegooid en waar straks van wordt gezegd, dit is allemaal onzin. Ja. Alleen al het feit dat het onderzoek zo lang heeft geduurd, bewijst dat ook. Dus kijk, dat zijn moeder en andere mensen uit zijn omgeving, ik geloof dat Connie Breukhoven al had geroepen van nou weet je, je moet een schadeloos stelling tegenop. Ja. Weet je, dat is allemaal veel te voorbarig. En natuurlijk, kijk, dit is een van origine wereldgozer, wereldzanger, sympathiek, steunde, goede doelen, noem maar op. Ja, en als hij dan zo van zijn voetstuk valt, natuurlijk snap ik dat mensen het voor willen opkomen. Er is ook een beetje cognitieve dissonantie, zo van we kunnen het ons gewoon niet voorstellen. Dat ook, ja. Nou, ik heb heel veel mensen, ook collega's uit het vak, zeg maar, gesproken. Ja, maar jongen, kom op nou, dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Ja, ja maar ja, weet je, ik heb eigenlijk toch, ondanks het feit dat ik het heel naar vind, vooral van zijn familie, van zijn kinderen, noem maar op, heb ik toch meer sympathie en meer mededogen voor dat meisje wat toen de moed heeft gehad om aangifte te doen, wetende dat dit allemaal over haar heen zou komen. Ja. En die toch, die ik beschouw in ieder geval als slachtoffer. En of de rechter dat ook zo ziet, dat zal straks allemaal aangetoond worden. Ja. Maar ik vind dat we dat niet moeten vergeten. En alle aandacht die nu naar hem uitgaat, die mag ook wel een deel, voor een deel in ieder geval, ook wel een beetje naar het slachtoffer en haar familie en vriendenkring. Je hebt geen kristallen bol tot slot, maar de zaak Thijs Reumer, die wat parallellen heeft, maar ook heel veel grote verschillen, is in ieder geval niks fysieks gebeurd bij hem. Het is allemaal op afstand gebeurd. Er zijn in ieder geval wel donkere wolken boven het hoofd van Borsato. Die pakken zich nu wel samen. Ja, dit is van wat andere orde. Hè? Ontucht met de minderjarige is dan wat Thijs Reumer online heeft gedaan zonder fysiek contact en dergelijke. Dat is ook heel ernstig. Nou, we weten het gevolg, 4 maanden gevangenisstraf. Ja, nou, deel dan voorwaardelijk, maar de rechter heeft tot ieders verbazing er gedeeltelijk onvoorwaardelijk van gemaakt. Ja, nou ja, goed, dat is heel ver vooruitkijken van wat er nu gaat gebeuren en hoe de feiten worden gewogen. Maar even ervan uitgaande dat er een schuldigverklaring zou worden uitgesproken, daar zal de rechter meewegen dat hij ook misschien de lange duur feit dat hij natuurlijk heel veel persoonlijke gevolgen heeft ondervonden. Maar dan sluit ik niet uit dat er een gevangenisstraf uit de bus rolt. John van der Heuvel, dankjewel.